Ze mogen het veld op in een bomvol stadion waar heel veel sfeer heerst. Dat heeft ook zeker te maken met de fans meegekomen uit Wenen. De 2-2, twee keer Klaassen vorige week in Wenen. Toch niet voldoende voor een riante uitgangspositie. Waar het wel lange tijd naar uit leek te zien voor Ajax. Want het werd in de tweede helft nog 2-2. Hoewel ze in Wenen zeggen, we hebben een wonder nodig. Is één treffer wellicht ook voldoende voor dat wonder van Amsterdam. Fischer draait zichzelf de problemen in een beetje met twee van die groen-witte. Dit is knap en sterk gespeeld van Klaassen. Fischer, Milik, krijgt hij mee? Dat krijgt hij inderdaad. Laag voor richting Klaassen. Die toch altijd de juiste momenten van de 16 meter penetreren weet te vinden. Dijks. En nu voorslingeren. En deze is voor de keeper. Voor Novota. En in omschakeling, ze zijn zo rap, ze zijn zo snel aan de andere kant. En meteen gevaarlijk, Auer. Bazoer. Geen gepriegel daar. Weer iets. 1-0. Geen gepriegel daar leidt weer tot een tegentreffer. En Silissen scheldt Sinkgraven helemaal stijf. Helemaal stijf. Want geen gepriegel daar. Dit kan niet. En dit is een stand waar Rapid voldoende aan heeft. Weer Beric. Bazoer. Klaassen goed doorgetikt. In één keer Sinkgraven. Steken? Nee. Hij gaat naar de buitenkant. Naar El Ghazi. Drie man in de 16 nu van Ajax. Daarachterin is namelijk nog Fischer. Die kan hem drukken. Fischer! Lekker schot zeg. Een snelle tegenaanval op het moment dus dat Rapid druk zet met een aantal spelers daar onderuit gevoetbald. De juiste mensen in balbezit gekregen. Grauwvaks. Beric. Hofman. En Schaub. Schaub met het schot. Tenminste, daar is de dreiging. Daar is dat het schot en er wordt verrichting veranderd. Dit is 2-0. Daar kon hij niks meer tegen doen. Jasper Silissen, die bal die even van richting werd veranderd. Komt hij hier makkelijk naar binnen. En het is inderdaad Veldman die dan ook nog eens de pech heeft. Dat hij degene is die bal als laatste aanraakt. Riedewald, vastgehouden en al. Dijks. Doe de snelle voorzet. Milik! Ja! 2-1! Het is een vroege. En je hoeft geen 47 man te passeren vanaf de zijkant om de bal goed voor te geven. De bal bij Dijks. In één keer voorgeslingerd. Dan moet Milik inhouden. Dan is dit wel verdraaid knap afgemaakt. Zeg. De bal voor van Dijks en Milik met veel bravoer. Krijgt hem op zijn scheenbeen. Massoua. Het is 1-2. Het is wat dat betreft nog steeds een kopie van vorige week. Fischer er inderdaad af. Zoals eigenlijk wel een beetje te verwachten viel. Boudelje is zijn vervanger.
Dijks. Dijks. Sinkgraven terug. Dijks. Nou, ruimte voor een voorzet op Klaassen. Buitenkantje rechts. Nu dan de schot van Goedelje wat naast. Dan die wissel. Ja, Sanogo komt voor Veldman. Alles of niets dus. Dat was waarom Frank de Boer zo lang aan het praten was met Jairo Liedewald. Het is 1-1. Goedelje zal zich wat laten zakken op dat middenveld. Liedewald. Het moet er natuurlijk niet voor gaan zorgen dat, omdat Ajax met zijn drieën achterop speelt, dat Dijks minder durft en mag gaan ook aan die linkerkant. El Ghazi, bal aangeraakt nog door de speler van Rapid Wien. Sanogo is lastig. Goedelje! Ja, het staat 2-2! Belangrijke rol ook voor Yaya Sanogo. Het is geen spits die er heel veel in schiet, maar hij heeft zijn waarde. Want Sanogo maakt het de doelman zo lastig. Kijk maar, hij springt mee, waardoor Novota niets meer kan. En dit is knap gedrukt van Goedelje. De beide invallers met een hoofdrol bij de 2-2. En nog steeds is het een kopie van vorige week. Toen viel de 2-2 een kwartier voor het einde door Beric. Nu zeg maar een kwartier voor het einde door Goedelje. Schaup. Mag eentje voor, hè? Oh, Schaup. Verdraaid. Dit is verschrikkelijk, want dit betekent dat Ajax twee keer moet scoren. Bij 3-3 lig je eruit. Het is nu 3-2. Dus Ajax moet nog twee keer scoren. We zijn tweede in deze wedstrijd. Ontzetting in de Amsterdam Arena. Die op een vak van 2.500 Oostenrijkers na helemaal stilvalt. Schaup. Liedewald probeert nog alles. Voor Sillers is er geen hou aan. Goedelje met de vrijheid erop. Sanogo die bal karamboleert en die karamboleert net naast. Ja, zou zo maar kunnen dan. Corner. Een beetje geluk heb je dan nodig. Sanogo, hij er naartoe en dan via een speler van Rapid Wien. Ja, soms heb je de mazzel. Zoals bijvoorbeeld Rapid had aan het bij die 2-0 van Schaup. Toen die bal via Veldman wel in de goal karamboleerde. Dan is de wedstrijd ook voorbij, afgelopen en gespeeld. En is de wedstrijd van het jaar nog voor competitiebegin. Een wedstrijd die is verloren.